Goed, een goede avond allemaal. Welkom bij het webinar Beleggen met ETF's in 2022. Leuk dat jullie er zijn. Nou, we hadden net in de chat al even contacten. Is natuurlijk vanavond om 20:15 het voetballen van Nederland tegen Noorwegen. Ik ga mijn best doen om op tijd klaar te zijn. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Even vooraf voor de mensen die nog niet eerder een webinar van Markets Are Everywhere hebben bijgewoond. Mijn naam is Jean-Paul van Oudheusden. Ik ben Markets Are Everywhere vorig jaar gestart, zo ongeveer in april. Ik heb zelf jarenlang bij banken en beleggingsinstellingen gewerkt. En ik ben nu bezig voor mezelf. Ik beleg zelf ook, eigenlijk elke dag wel actief op de beurs. En ik wil graag mijn kennis delen. Nou, ik ben nu ongeveer 1,5 jaar bezig met Markets Are Everywhere. Ik ben nog steeds een beetje aan het zoeken hoe ik het nu precies wil inrichten. Maar het onderwerp vanavond, ja, dat ligt mij echt na aan het hart. Waarom? Beleggen hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Tuurlijk, je kunt heel veel tijd besteden aan het uitzoeken, analyseren van individuele aandelen. Vind ik zelf ook heel leuk. Maar voor de lange termijn is vaak een belegging in ETF's wel zo makkelijk. En dan ben je er niet zoveel tijd mee kwijt. Nou, waarom hebben we dan vanavond een webinar? Ik heb in mei van dit jaar, april, mei, heb ik een keer een programmaatje gedraaid over beleggen met ETF's. En toen heb ik een watchlist opgesteld. Ik hoop eigenlijk dat jullie die allemaal wel eens hebben ontvangen. Zo niet, stuur dan even een mailtje naar info@marketsareverywhere.com. En dan stuur ik je meer alsnog toe. Maar die watchlist, ja, dat is iets wat ik zelf heb samengesteld. Er staan 44 ETF's op. En dat zijn ETF's, die heb ik niet speciaal geselecteerd. Maar dat zijn gewoon degene die ik op dit moment volg. Want dat is het leuke. Als je eigen bedrijf hebt, dan zeg je gewoon, nou, dit is wat ik doe. En dan kijk je of mensen daarbij aan willen haken. Maar het is ook wel een beetje de soort reactie op de kernselectielijst die de broker, de Giro, heeft. Want daar zag ik op een gegeven moment op internet heel veel reacties en opmerkingen over. Nou, dat is geloof ik 4 of 5 kantjes met allemaal ETF's. Hartstikke leuk is dat je die ETF's van die kernselectielijst bij de Giro 1 keer per maand gratis kan aankopen en verkopen. Maar ja, soms zie je ook op zo'n lijst door de bomen het bos niet meer. Want er staan ook een heleboel ETF's op die je naar mijn mening niet direct nodig hebt. Dus vandaar mijn eigen watchlist. Nou, ik ga het even doen zoals ik het eigenlijk altijd doe. Ik heb er dadelijk een presentatie bij. Die ga ik even op het scherm zetten. Daar praat ik jullie dan doorheen. Het liefst heb ik, als je vragen stelt, als je met je muis beweegt, zie je aan de onderkant een knopje Q&A van question and answer, dat als je vragen hebt, of je die dan daarin wil tikken. Want dan zie ik ze allemaal op één plek en dan kan ik hem ook niet vergeten. Maakt het voor mij wel zo makkelijk. Zoals ik al zei, dit is het verhaal en dan zet ik mijzelf eventjes hier boven in de hoek, dat we toch nog een beetje contact hebben. Altijd even vooraf, hè, want we kennen elkaar niet, maar ik ben geen financieel adviseur. Dus wat je vanavond ziet is naar eer en geweten hoe ik naar de markt kijk. En ja, ik probeer wat dingen aan te reiken waar je wellicht wat aan hebt. Maar het is nooit bedoeld dat jij één bijvoorbeeld van de voorbeeldportefeuilles die er in deze presentatie zit, dat je die moet volgen. Ja, en mocht ik nou dadelijk toch uitlopen en over het voetballen heen gaan, aan het einde van deze video heb ik ook nog een aanbieding. Maar die komt dadelijk ook op het YouTube-kanaal morgen onder in de comments te staan. En dat is voor de mensen die volgend jaar wat begeleiding willen hebben met het beleggen in ETF's. Maar goed, ETF's in 2022 heb ik het als titel gegeven. Ik heb 3 onderwerpen vanavond. Het eerste is even een update van die watchlist waar ik het net over had. Tweede is, ja, een thema beleggen. En dan kijken we even naar alternatieve energie. Is dat nou hip of is dat nou een hype? En hoe moet je met thema's omgaan? En dan als derde, hoe bereid je nou een ETF-portefeuille voor op 2022... aan de hand van de markten die we nu vandaag de dag hebben. Nou,
Ik had het net al even over het tweede kwartaal, april, mei. Toen heb ik een keer een mini-cursus gemaakt, gewoon omdat ik dat leuk vond. Die bestond uit 5 delen. Het zijn korte video's van ongeveer 12 tot 15 minuten, plus een hele uitgebreide question-and-answer video. Die is gewoon gratis. Die staat op de playlist beleggen op het YouTube-kanaal van Markets Are Everywhere. Dus mocht je hier nou beland zijn en die nog niet gezien hebben, of mensen kennen die willen gaan starten met ETF's en de basis willen leren, dan is die cursus echt van harte aanbevolen. En in pak een beetje een uurtje, anderhalf uur, kan je hem helemaal bingwatchen en ben je in één keer helemaal up to speed. Dus als je hem zelf al gezien hebt, maar je kent nog mensen voor wie het relevant is, geef het ze dan alsjeblieft even door. Want dan krijg ik er weer wat abonnees bij op mijn YouTube kanaal en dat is nog steeds een grote doelstelling. Nou, hier is dan die watchlist. Schittert door eenvoud, want ik heb het allemaal op 2 A4'tjes gekregen. En daar staan dus 44 ETF's op. Je ziet ook nog een paar logo's. Dat zijn 4 grote aanbieders van ETF's. En die waren zo vriendelijk om te zeggen, nou, wij willen wel een kleine bijdrage leveren aan wat jij allemaal doet voor beleggers in Nederland. In ruil daarvoor willen wij wat naamsbekendheid krijgen. En vandaar dat ik dus ook producten van hen heb uitgezocht. Maar je ziet rechts onderin, daar staat ook nog een watchlist zonder logo. Ik ben helemaal niet beperkt tot de ETF's van die partijen. Want ik ben gewoon onafhankelijk, dus ik kies uiteindelijk gewoon wat ik zelf prettig vind om te hebben. Ja. Nou, waar we nu naar willen kijken, want het is een half jaar geleden, 44 ETF's, naar de rendementen. Ja, want voor de mensen die toen in mei hebben meegedaan, die dachten misschien, ja, ik hoor daar verder niet zoveel over. Nee, ETF's is het mooie, daar hoef je dus niet elke dag, ook niet elke week en ook niet eens elke maand naar te kijken. Het mag wel, maar het hoeft helemaal niet. Dus ik heb ervoor gekozen om nu zo tegen het einde van het jaar dus een rendementsoverzicht te maken. En wat je hier heel simpel ziet, zijn de rendementen in de laatste kolom gesorteerd van hoog naar laag in het kalenderjaar 2021 tot nu toe. Daar hoort meteen de opmerking bij die links onderin staat. Ik heb hier gewoon even de koersrendementen genomen. Sommige ETF's die betalen een dividend uit, andere niet. Maar dat zit hier niet in verwerkt. Het gaat niet om de precisie hier, maar het gaat even om het globale beeld. Nou, wat zie je hier? Je ziet hier de top van de lijst, de ETF's van mijn watchlist die het beste hebben gedaan. En om maar meteen er even uit te pakken, er zijn 3 regels geel gemaakt. En dat zijn de 3 ETF's die ik in deel 2 van de mini-cursus had benoemd tot de Little Black Dress onder de ETF. ETF's die je eigenlijk altijd kunt gebruiken, die bij elke portefeuille passen, die breed gespreid zijn. En het is wel heel prettig om te zien dat die ETF's in ieder geval in deze periode ook gewoon duidelijk in het linker rijtje staan. Die hebben het gewoon goed gedaan. Er zitten kleine verschillen tussen, maar waar het mij als belegger om gaat, ik heb ook de keuze om geld op een spaarrekening te zetten, maar ik vind het zo belangrijk dat mensen ook een deel beleggen, nooit boven je macht tillen. Maar dit zijn toch bij die gele lijntjes 32, 30, 26%. Tuurlijk zitten wat verschillen tussen, maar het globale beeld is dat het mooie rendement zijn. Eigenlijk belachelijk mooie rendement voor zo'n beursjaar als dit. Nou, wat zie je verder op deze lijst? Wat valt er op? Amerika staat bovenaan staat natuurlijk de semiconductors. In Nederlandse termen, de ASML's en dat soort dingen. Ja, daar is heel veel vraag naar. Maar dan zie je Amerika. Je ziet de MSCI World daaruit komen. Sommige duurzame varianten, sommige normale. En eigenlijk zie je op dit lijstje weinig thema's terug. Artificial intelligence, die dringt daar wel een beetje binnen in het midden. Robotics staat er onderaan. Maar andere thema's, die zie je eigenlijk pas op de tweede en meteen ook laatste bladzijde. En op die vorige pagina heb je allemaal rendementen, sommige in de 40, de meeste in de 30 of hoog in de 20. En hier zie je, als je van bovenaan kijkt, specifiek een ETF voor dividendaandelen. Ah, leuk, 18%, maar niet zo goed als die vorige.
Je ziet ook videogaming, dat is ook heel populair, een ETF van Eck. Sustainable Future of Food, ja, ook, dat voelt goed om daarin te beleggen. Het zijn nog steeds natuurlijk mooie rendementen, hè, zeker als je het afzet tegen sparen. Maar het is niet zo mooi als het vorige lijstje. Welke ETF's zijn hier geel gemaakt? Dat zijn de obligatie-ETF's. Ja. Ik heb niet de tijd om alles vanavond opnieuw te gaan noemen. We hebben eerder in het jaar gezegd, ja, het is eigenlijk een aandelenmarkt, omdat die rente zo laag staat. Obligaties heb je niet echt nodig. Maar je zult zeker adviseurs tegenkomen die zeggen, joh, doe nou ook een bepaald deel niet in cash, maar in obligaties. En dat zie je dan aan die gele lijntjes, dat als je wat exotische obligaties had durven nemen, Chinese staatsobligatie, kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, ja, dat durf ik echt niet aan, snap ik heel goed. Moet je er ook zeker niet aan beginnen, maar dan had je 12% op dat stuk gemaakt. En een soort high yield obligaties, dat zijn hele risicovolle obligaties. De Fallen Angels, mooie naam, die had het ook goed gedaan. Maar aan de onderkant, daar staan nog wat meer de mainstream obligatie ETF's. Ja, dat zie je, als ik het even kort samenvat, allemaal zo'n beetje rond de nul. Ja, niet eens zo slecht als dat we misschien hadden verwacht, maar ten opzichte van aandelen ETF's zijn die toch wel een stukje achtergebleven. Ah, en dan onderaan de laatste drie, dan zie je de Global Clean Energy. Hebben we net een klimaattop achter de rug? Denk je van, hoe kan dat nou? He, er zijn best wel veel mensen die daar ingestapt zijn. Ja, die heeft toch een duidelijk minder rendement dan anderen. Dus vandaar dat dat dadelijk een thema is. En je ziet ook goud en China een beetje onderaan staan. Wat nog wel belangrijk is, je ziet dus ook een aantal ETF's met USD erachter, van de US dollar. De dollar is dit jaar sterker geworden ten opzichte van de euro. Dus als je in dollars belegt, dan is dat nog een extra zetje in de rug, krijg je nog wat extra rendement uit. Beleggen die andere ETF's dan niet, hè, er zitten Amerika ETF's bij, die noteren in euro's, ja, dan heeft de aanbieder van de ETF zelf de wisselkoers er al in verwerkt. Dus daar zit een verschil tussen. Maar de dollar heeft het goed gedaan. En ik heb dat ook helemaal onderaan nog even gezet, wat daar het effect van is geweest. Dan was die watchlist nog niet helemaal compleet. Want er zijn dit jaar ook een aantal ETF's nieuw uitgegeven. Die bestaan minder dan een jaar. Ja, die nemen we dan vaak niet mee op de rendementslijstjes. Die moeten eerst maar eens even uit de startblokken komen. Want anders kan je ze niet zo goed vergelijken met die anderen die al wel de hele periode lopen. Maar er zitten hier ook nog wel leuke bij. En dan haal ik er bijvoorbeeld even uit de hydrogen economy, waterstof. Ja. En ook de Bitcoin en Ethereum. Over die crypto's is toch heel erg veel te doen. En daar heeft Van Eck handig op ingespeeld. Voor de mensen die dat graag in één portefeuille bij elkaar hebben, hebben ze ook een tracker die de koers van Bitcoin en Ethereum volgt. Dit zijn die 44 aandelen van de watchlist. Het is altijd leuk ook toch even om te kijken, dat doe ik in ieder geval, wat hebben we nou gemist? Nou, natuurlijk een heleboel, want er zijn iets van 6000 ETF's. Maar degene die er echt uitspringt, is van marktleider iShares, de Oil and Gas Exploration and Production ETF. Simpel gezegd, Shell en zijn vrienden. Ja. Daar is natuurlijk ook weer veel over te doen geweest, maar daar waar die clean energy achterblijft, hebben die olie- en gasaandelen 88% gedaan als ze in dit mandje van iShares hadden gezeten. Dus dat is wel leuk gewoon even om te weten. En dit is er ook eentje die ik ga toevoegen aan mijn watchlist. Want ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat nou verder gaat met dat thema energie. Ja. Hoe ga ik nou met die resultaten om? Eigenlijk heel simpel. Ik maak voor mezelf een lijstje. Wat werkte er nou wel en wat werkte er nou niet dit jaar? Want ik ben me aan het voorbereiden op volgend jaar. Ik heb zelf ook een ETF-portefeuille. Ik ben aan het kijken, moet ik daar veranderingen in aanbrengen? Je zag het natuurlijk net al aan het lijstje. Wat werkte er wel? De Verenigde Staten. Toch de beurs die het heel goed gedaan heeft. Vooral omdat daardoor de overheid enorm veel geld in de markt is gepompt om de economie er heel snel weer bovenop te helpen na de coronacrisis. Nou, dat lijkt in ieder geval dit beursjaar tot nu toe te werken. Wat werkte er wel? Grote aandelen. In jargon heette dat dan blue chips of large caps. Maar je ziet duidelijk dat de grote aandelen het beter hebben gedaan dan
het MKB. Is opvallend en dat is eigenlijk door alle regio's zo. Ja, en technologie springt eruit. Wat is het korte verhaal bij technologie? De rente staat laag, staat al heel lang heel laag. Technologiebedrijven moeten vaak veel geld lenen om te investeren. Om in de toekomst te gaan groeien. Dit is heel kort door de bocht hoor, maar gewoon even globaal. En zolang die rente laag staat, zijn beleggers op zoek naar groei. En dan komen ze toch vaak uit bij technologie. Ja, en wat werkt er dan wel? Je hebt artificial intelligence, robotics gezien. Sommige thema's wel, andere thema's wat minder. Wat heeft er niet gewerkt? Daar kan ik kort over zijn, want ik heb het net al een beetje benoemd. Obligaties. Ja, het is ook niet dat het niet werkte, maar ze hebben niet het rendement gebracht van aandelen. Ja. Moet je dan alles in aandelen stoppen? Nee, want dat hangt af van je eigen plan. En dat hangt onder andere ook af van je leeftijd en je risicoprofiel. Maar even voor het kader van het lijstje, hebben obligaties, nou ja, als je cash was blijven zitten, had je ook niet zo heel veel gemist. China is achtergebleven, daar heeft de overheid zwaar ingegrepen in de beursgenoteerde bedrijven. Dus die zijn nog niet boven Jan. Goud hadden mensen denk ik meer van verwacht, omdat er heel veel wordt gesproken over inflatie. Je ziet nu de afgelopen maand de goudprijs eindelijk weer eens wat oplopen, maar die blijft toch wat achter. En dan dus die alternatieve energie. En ik rond even de watchlist af en dan gaan we daar eens naar kijken. De watchlist is een dynamisch iets. Ik volg hier ook gewoon weer mijn eigen interesse. Ik ga vier dingen toevoegen. Cybersecurity. Afgelopen week was de mediamarkt bijvoorbeeld weer in het nieuws met een ransomware aanval waar $50 miljoen aan losgeld zeg maar, werd geëist. Ja, dat wil zeggen, die aanvallen die gaan naar mijn mening steeds meer toenemen. En ja, voor bedrijven, als je zo te maken krijgt en je wordt op die manier gehackt, kan je dus nergens meer bij. Dus daar wil je dan wel geld aan uitgeven. En ik heb 5 ETF's gevonden die op dat thema inspelen. Ik heb nog niet gekozen welke dat ik ga toevoegen. Ik ga er wel eentje, of wellicht 2, maar ik denk 1 kiezen. En dan doe ik net als je aan de rechterkant ziet. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een video gemaakt met een vergelijking tussen waterstof ETF's. Dat ga ik bij cybersecurity ook doen. Dus dat zit nog in de pijplijn. Nou, hetzelfde verhaal bij elektrische voertuigen. Daar kwam ik op dit moment 3 ETF's tegen. Vind ik ook leuk om erbij te hebben. Als je kijkt wat er met Tesla en Rivian en Lucid gebeurt. Ah, dat is toch fenomenaal. En zeker als je dat afzet tegen de traditionele automaker. Nou, die olie en gas die heb ik net genoemd. Ja, en dan een beetje vreemde eend in de bijt. Maar ik merk dat ik toch wel heel veel technologie heb. En ik wil toch ook wat meer waarde aandelen. Het is geen ETF, maar Berkshire Hathaway, het fonds van Warren Buffett, dat zit gewoon eigenlijk voor een heel groot gedeelte alleen maar in waarde. En ik vind het gewoon een mooie aanvulling op de lijst. Ja. Dus die zet ik er ook bij. Nou ja, en de uitnodiging. Heb je nou zelf nog een thema of een specifieke ETF waarvan je zegt, hey, nou, als je dit toch bijhoudt, een mooi lijstje, maar als je die erbij zet, vind ik het helemaal leuk. Mail me dan, ja, info@marketshareverywhere.com. En als ik het van meerdere kanten te horen krijg, of gewoon een superleuk idee vind, dan voeg ik hem toe. Geen toezeggingen, maar een uitnodiging. Ja. Nou, dan onderwerp 2 van vanavond. Hè. Alternatieve energie. We zagen net al, het blijft een beetje achter. Is het nou hip of is het een hype? Het is zo'n thema, hè, als je op dit moment de televisie aanzet, op YouTube kijkt, radio. Overal hoor je die klimaattop. Overal hoor je dat er grote investeringen ingaan. Het voelt denk ik ook goed om toch in ieder geval een deel van je geld te beleggen op een manier, hè, dat de toekomst ook schoner en veiliger wordt. En ja, ik kan naar een index kijken, maar ik pak dan eigenlijk altijd meteen een ETF. En ik pak dan vaak iets van iShares, dat is een onderdeel van BlackRock, de allergrootste vermogensbeheerder ter wereld. Ja, en dan heb ik altijd meteen iets te pakken waar slimme mensen goed over nagedacht hebben. Dus de INRG, dat is de ticker van de iShares Global Clean Energy Usage ETF. Ja, en als we dan gaan kijken naar een markt, dan pak ik er altijd een langlopende koersgrafiek bij. En dat zie je hier. En dat is nogal niet wat.
Helemaal aan de linkerkant zie je de financiële crisis. Nou, toen ging alles naar beneden, maar dus ook deze aandelen. Toen heeft eigenlijk die clean energy meer dan 10 jaar eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Het is eigenlijk gewoon een beetje zijwaarts bewegend lijntje. Totdat we aan de rechterkant komen. En toen schoot het opeens omhoog. Nou, dat ging goed. En waarom doet die ETF het nou dit jaar niet zo goed? Ja, omdat die piek die je daar ziet, die was van januari. En daarna is het toch flink in elkaar gekukeld. En de vraag is dus ook een beetje, hoe komt dat? En wat moeten we er nou mee? Nou, hoe komt dat? Nogmaals, we zitten natuurlijk onder de druk van dat voetballen wat dadelijk begint. Nee hoor. Maar ik wil hier niet een webinar van maken om heel diep op de inhoud in te gaan. Dat kunnen we altijd nog een andere keer doen. En ik doe dat al in heel veel andere video's van Markets Are Everywhere. Maar toch even om het toe te lichten. Die groene energie, ja, de alternatieve energie. Daar zijn gewoon jarenlang veel te weinig investeringen in geweest. Ja. En ja, als er niet wordt geïnvesteerd, dan zijn er ook geen mensen die dat oppakken. Want dan kan er weinig ontwikkeld worden. En eigenlijk pas op het moment dat Joe Biden president werd uit Amerika, dat zie je aan de rechterkant. Hè. Het begon, je ziet overigens boven het getal 2020, dat is wel interessant, zie je een klein dipje naar beneden. In die blauwe lijn, dat is de coronacrisis. Dus die zie je hier al bijna niet meer terug. Ik vind dat wel frappant. Eind 2020 werd Biden verkozen. Toen waren we in termen van deze ETF die coronadip alweer te boven. Maar toen schoot het in één keer door. Maar Biden is president en geen tovenaar. Dus die bedrijven zullen het uiteindelijk toch op eigen kracht moeten doen. Nou, omdat ik het niet kan laten, heel even, waarom waren er nou te weinig investering. Ja. Dat is het zo interessant van het volgen van de beurs, omdat je in dingen gaat verdiepen. Ik heb niet al te lang geleden, een maand geleden, een video gemaakt. Je ziet onderin de thumbnail, die kan je eventueel als je het leuk vindt op YouTube terugvinden. En wat je hier ziet, is de ontwikkeling van de olieprijs. En na de financiële crisis, dat zie je in het linkerplaatje, was de olieprijs, die stond rond de $100 per vat. En Amerika die was het zo zat om afhankelijk te zijn van het Midden-Oosten, dat ze op allerlei plekken schaliegas uit de grond zijn gaan halen. En dat zie je aan de rechterkant. Dat is de ontwikkeling. Het gaat even niet om de details, maar dat is de toename in de productie van schaliegas in de VS. En dat zie je dus vanaf 2009, 2010 een enorme vlucht nemen. Dus heel simpel, de VS heeft geïnvesteerd in fossiel, en niet in alternatief. Dat is toch een hele grote investeerder geweest. Ja? Dus daar komt het vandaan. Nou, Biden die zei, wat Trump, die was natuurlijk een aanhanger van de olieindustrie. Dat gaan we niet doen, we willen schoon. En toen dook iedereen opeens op die aandelen. Misschien denk je, van ja, leuk zo'n ETF, maar alternatieve energie. Waar hebben we het nou precies over? Net zoals ik van die watchlist een dashboard hebt gemaakt, heb ik dat ook van die clean energy tracker, van die INRG gedaan. En daar zie je hier een deel uit. Dus ik heb gewoon die hele ETF in een spreadsheet nagebouwd. Ik heb de koers aan gehangen. En wat je hier ziet is dan even de top 20 of de top 22 van de aandelen met de grootste weging. Nou, waarom laat ik je deze zien? Om gewoon even het beeld te schetsen. Als je hebt het hier met name over zon, wind, waterstof, dat zit hier allemaal in. Van bovenaf, Enphase Energy, heel veel nieuws geweest, zonne-energie, Vestas Wind, de naam zegt het al een beetje, Plug Power, is echt wel een lievelingetje op de beurs op het gebied van waterstof. En Ørsted, dat is het vroegere Dong Energy uit Denemarken, en die zijn al in een heel vroeg stadium omgegaan om te zeggen, wij doen niet meer fossiel, wij doen alleen maar alternatief. En misschien is dat wel het pad wat Shell gaat volgen. Ja, voor de rest, overal waar je solar ziet staan, dat is natuurlijk zon. Er zitten ook wat Chinese partijen bij. En wat verder naar beneden zie je nog Ballard Power, Bloom. Dat zijn sectorgenoten van Plug Power, dus dat is waterstof. Ja, dus dat wil niet zeggen dat dat alles is, maar dat geeft je gewoon even een beeld. Dit is overigens een tijdelijke opname.
Op de website van de aanbieder van een ETF kan je altijd de actuele samenstelling vinden. Hè? Want bij ETF's kan die samenstelling nog wel eens veranderen. Nou ja, en wat je hier toch ook even ziet aan die rendementen, zie je dat er gewoon in zo'n sector die zich nog moet ontwikkelen, hele grote verschillen zijn. Zo'n Enphase is dit jaar 37% omhoog, maar regel 2 Vestas, wat toch een bedrijf is dat hele goede zaken doet, dat staat dan alweer op min 23. Ja, en hoe komt dat nou? Vanwege die piek die je op die vorige grafiek zat. Toen waren mensen te enthousiast. En op een gegeven moment gaat dat bedrijf rapporteren hoe het echt gaat. En dan valt het toch een beetje tegen. En dat is eigenlijk waar die hele ETF op clean energy een beetje last van heeft gehad. Ja? Nou, hier zie je diezelfde grafiek als net. Alleen dan eventjes van de afgelopen 2 jaar. Dus oh ja, hier kan je het eigenlijk duidelijker zien. Je ziet die coronadip links. Ja, die zie je eigenlijk al bijna niet meer terug. Toen won Biden de verkiezingen. Toen gingen die aandelen door het dak. Maar ja, toen kwam er op een gegeven moment een soort inflatieangst in de markt. Dachten, ja, die alternatieve energiebedrijven, die hebben nog zoveel geld nodig. Toen gingen die koersen eigenlijk collectief naar beneden. En aan de rechterkant, het begint nu weer een beetje omhoog te kruipen. Komt natuurlijk door die klimaattop. Staat het weer in de belangstelling. Allemaal mensen die erg aangesproken zijn door het thema, maar het is wel een beetje de vraag, hoe gaat het hier nou mee verder? Nou, en dan wil ik je eigenlijk als voorbeeld, hoe moeilijk dat het is om thema te beleggen, ja, want er komt dus heel veel timing bij kijken, wil ik je even 2 nieuwsberichten laten zien, van nog niet zo heel lang geleden. En dit is de eerste, ik volg zelf CNBC altijd, dat is eigenlijk mijn hoofd, bron voor actueel nieuws. Ik vind dat toch altijd veel meer beleggersnieuws in staan dan in de Nederlandse financiële media. Maar dit bericht, er kwam op een gegeven moment een mooie headline, hè, dat de regering Biden, die heeft een plan gemaakt, dat in 2050 is wel heel ver weg, maar dat dan 45% van alle elektriciteit voorzien kan worden uit zonne-energie. Ja, bijna de helft. Dus even snel, het is nu 3% wat uit zonne-energie komt en dat zou kunnen gaan naar 45%. Nou, als je dat ziet, dan denk je, wow, een land als Amerika van 3 naar 45. Ja, de aandelen First Solar, Enphase, noem maar op, die moet ik dan hebben. Dat is een logische gedachte. Ja, 2 weken later zie je dan, op dezelfde CNBC-website, deze kop voorbij komen. Bedrijven die zonne-energie doen, ja, die zeggen van, ja, maar luister, die hebben gevraagd aan Biden, hè, dus de Amerikaanse bedrijven, Biden wil doen Build Back Better, alles uit Amerika halen, niet uit het buitenland. Hij heeft al invoerrechten ingevoerd voor Chinese zonnepanelen, maar toen bleek dat de zonnepanelen in de Verenigde Staten vaak dan nog niet meer uit China, maar wel uit Maleisië, Vietnam en Thailand. Dus gaan die Amerikaanse producenten, die hebben tegen Biden gezegd, ja, als je echt wil dat dit slaagt, dan moet je ook invoerrechten gaan heffen op de zonnepanelen uit die lage lonen landen. Maar dan zie je dus dat niet iedereen het met elkaar eens is. Ja, want er zijn ook mensen die werken aan de doelstelling om de doelstellingen van het Parijs Klimaatakkoord te halen. En die zeggen, ja, als ik nou die Amerikaanse zonnepanelen moet gaan hebben, die zijn gewoon veel duurder. Dus dan kan ik minder investeren, dus dan krijg ik minder panelen. Ja, en dan gaan we die doelstellingen misschien wel niet halen. Dus die laten eigenlijk een tegengeluid horen. Ja, en dat maakt het dus zo moeilijk om nou te beredeneren of na te gaan. Gaat het er nou wel komen of niet? Ja, en dat zie je heel vaak bij die thema's. De titel is heel erg aansprekend, dat je meteen denkt, oh, het maakt niet uit wat erin zit. Maar je komt er niet mee weg. Je moet bij ETF toch altijd even wat verder kijken onder de motorkap. Je hoeft het niet allemaal op dagbasis te volgen, maar je moet wel heel goed kijken wat erin zit. En helaas zijn mensen vaak te laat bij de aansprekende thema's, omdat er dan andere beleggers allang bovenop zijn gedoken. Nou ja, over alternatieve energie kan ik heel lange verhalen vertellen, maar weet je, als je erin wil beleggen, ik vind het wel een heel leuk thema hoor, ik blijf het zelf zeker volgen, maar gewoon eens heel even kort wat gedachten op een rij, hè. De energiemix van de toekomst, ja, zeg het maar,
Weet je, als je bijvoorbeeld wil beleggen in zon of in wind, er zijn ook nog steenkolen, olie, gas. Nou, die gaan er dan misschien uit, maar misschien ook niet. Waterkracht, biomassa, nucleaire energie is weer veel in het nieuws. Dus ja, het is nog maar de vraag wie er gaat winnen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met cloud computing, een hele rare vergelijking. Maar ja, dat is toch wel duidelijk, dat we toch allemaal die kant uitgaan, heel veel bedrijven. Maar dat is hier dus niet zo. Ja, dan heb je nog te maken met de continuïteit. Hè? Is er wel genoeg wind? Komt er wel genoeg zon? Hoe duur is dat dan? Moeten we land onteigenen om van die solar farms neer te zetten of windmolens? Allemaal nog beren op de weg voordat zoiets echt goed doorbreekt. Let wel, het gaat gebeuren. Hè? Dat leidt geen twijfel. En dan kom je bij punt 3. Kijk, dat het gebeurt en dat we dadelijk overgaan naar alternatieve energie voor een groot deel, dat is mooi. Maar ja, hoe zit het dan met die bedrijven op de beurs? Houden die dan nog marge over? Ja? En komt er een enorme competitie tussen die bedrijven? Of zijn er bepaalde winnaars? Ja, ik heb de antwoorden ook niet, maar daar komt gewoon heel veel bij kijken. De olielanden, laten die het dan allemaal maar gebeuren in het Midden-Oosten? Of gaan die olie dumpen? Waardoor blijkt dat bijvoorbeeld in de ontwikkelingslanden, dat die zeggen, ja, alternatieve energie is nog steeds te duur. Dus ik ga dat niet doen. Ja? Dat speelt allemaal mee. Ja, dus bij INRG, de laatste regel, is het een beetje de vraag, speel je alles, speel je één thema? Daar kan je lang je hoofd over breken. En dit is één thema, maar dit laat zich ook wel vertalen naar meerdere thema's, waar je goed moet verdiepen wat er speelt. Nou goed, dat even als intermezzo. Nu naar het hoofdonderwerp zou je kunnen zeggen. ETF's voor 2022. Hier mooi uitgebeeld door de kalender. En ja, ik duik meteen in het diepe. Want ik heb in de lente in een presentatie weer een video van 25 mei. Je zoekt de thumbnail die je hier ziet. Hoe bouw je een portefeuille? Heb ik 5 voorbeeldportefeuilles gemaakt. En die wil ik er gewoon eens even bij pakken. Wat is een mooi moment, half jaar later, om te kijken, goh, hoe hebben die het nou gedaan? Dat is denk ik ook interessant. Kijk, als je nog iets meer toelichting wil hebben over die portefeuilles, dan moet je die video even kijken. Maar die portefeuilles, die schitteren eigenlijk door eenvoud. Dus wat heb ik daar gedaan? De eerste gewoon gezegd, joh, als je gewoon obligaties en cash laat liggen, 100% aandelen, kies je 1 ETF. Heel veel mensen kiezen dan voor de Vanguard All World ETF of de iShares MSCI World. Die zitten ook in de video van de Little Black Dress. Hier heb ik er eentje van Amundi genomen. Maar die andere 2, die volgen ook een wereldindex. Dat zie je wel op die watchlist sheet. Nou, deze 32% rendement. Die zit ergens in de top league. Hartstikke goed gedaan. Dit is eigenlijk verder niet meer bij te vertellen. Als je dit had gehad, heb je maar 1 regel in je portefeuille. Ja? En zelfs als je de helft dit had gedaan en de helft spaargeld, ja, dan had je natuurlijk de helft van 32 gemaakt, 16, had je een uitstekend jaar gehad. Nou, kijken we dan naar portefeuille 2. Daar had ik gezegd, ja, als je nou 1 regel in je portefeuille gewoon een beetje saai vindt, dan kan je ook die MSCI World een beetje namaken. Dan doe je bijvoorbeeld een beetje Amerika, een beetje Europa. Als je een beetje chauvinistisch bent, een beetje Nederland en een beetje opkomende markten. Nou, ik heb het mezelf makkelijk gemaakt en gewoon die sheet van de vorige keer gekopieerd. Maar je ziet hier in het rood even mijn berekening op de spreekwoordelijke achterkant van een bierveeltje. Dus je ziet de tickers van die 4 ETF's. Het tweede kolommetje zijn die percentages die je ook linksboven ziet. Dan de rendementen die de ETF's tot nu toe in 2021 hadden gemaakt. Even de weging maal dat percentage. Het belangrijkste is onder de streep had je met deze portefeuille 30% overgehouden. Dus of je nou die 1 haalt uit voorbeeld portefeuille 1 of dit. 32, 30. Ja, voor mij is dat allemaal dezelfde categorie. Is er dan een goed of fout? Nee. Als je dit leuker vindt, ben je iets flexibeler. Kan je de weging nog eens aanpassen of er iets aan toevoegen. Doe je dit, dat andere had ook gekund. Ja. Voorbeeld portefeuille 3. En nogmaals, ik heb ze toen heel simpel gehouden. En dat ging erom.
niet alles in aandelen doen. Wanneer doe je dat? Zeker als je wat ouder bent, vlak voor je pensioen zit. Ze hanteren wel eens een keer de regel 100% min je leeftijd in aandelen. Nou, we worden tegenwoordig allemaal wat ouders. Ik gebruik dan zelf wel eens 110% min je leeftijd. Dan zou je dus een deel in cash aanhouden of in obligaties. Nou, ik zei het net al een beetje bij de bespreking van die watchlist. Je ziet hier weer diezelfde rode tabelletjes bij A en bij B. Bij A had je 19% rendement gemaakt. Cash heb ik dan even ingeschaald op 0. Als je zegt, ja Jean-Paul, maar ik heb zoveel geld, ik betaal min een half boeterente bij de bank. Prima, dan was het dus iets lager dan 19. Het gaat even om het idee. Ja. Bij obligaties had ik gezegd, neem dan een breed gespreide obligatie-ETF. Amundi heeft voor elkaar weten te krijgen om daar nog 3% uit te persen. Dus die heeft het dan ietsje beter gedaan. Maar weet je, in beide gevallen denk ik dat je het heel goed had gedaan. Nou, dan hebben we gezegd, als we nou die thema's gaan toevoegen. En ook omwille van de tijd sla ik de berekening bijvoorbeeld portefeuille 4 hier even over. Want het is hetzelfde, maar dit is de simpele versie van 5. Kijk. Bijvoorbeeld portefeuille 5, zeg ik, nou luister joh, ik vind het leuk, die ETF's, ik kies er gewoon 10. Ja? En ik hou wel een beetje de verdeling aan, maar ik stop er ook 4 thema's in, van alles een beetje. Het is willekeurig, hè? Je kan die percentages ook aanpassen. Nou, maar het leuke is, en dat komt natuurlijk door die goede prestatie van de Verenigde Staten in al die indices. Hier alle berekeningen, loop het maar eens een keer na. Ik heb zelfs, ben vergeten de thema's in te vullen. Ik weet niet meer wat ik hier had ingestopt. Ik geloof artificial intelligence en videogaming en food, the future of food en China. De allerslechtste die erbij zit. Maar je ziet dus aan de rechterkant dat die wegingen allemaal heel klein zijn. En dan was je dus ook nog op 18 uitgekomen. Dus het belangrijkste is, wat werkte er wel, wat werkte er niet? Ja. Verenigde Staten deden het goed, blue chips deden het goed, technologie deden het goed, sommige thema's. Ja. Maar hoe je het nou precies samenstelt, je komt allemaal op vergelijkbare rendementen uit. Dus het belangrijkste is om een plan te maken wat past bij jouw financiële positie. En naar mijn mening om je wat minder druk te maken over heb ik nou wel de goede ETF's? Want dat verbaast me wel eens. Mensen, ja, moet ik dan die er nog bij doen? Het kan allemaal. Maar het hoeft zeker niet. En het belangrijkste is om in ieder geval te beleggen. Ja? Nou, goed, een heel lang verhaal. Ik heb nog een paar sheets te gaan. Want nu kijken we dus naar 2022. We zien in de watchlist en in de voorbeeldportefeuilles dat breed gespreide ETF's van de Little Black Dress video, die hebben het dit jaar goed gedaan. En die volgen bijvoorbeeld de MSCI World Index. Ja, en dan is de vraag, gaat die het volgend jaar ook nog goed doen? Toch even voor de volledigheid een aantal dingen aflopen. We hebben hier de factsheet van die index tot en met eind oktober 2021. Die MSCI World die noteert in dollars. Dus neem dat wel even mee. We hebben een gelukje gehad. Want ja. Valuta, het kan omhoog, kan omlaag. Nu wordt die dollar wat sterker. Ik wil niet zeggen dat het volgend jaar weer zo is. Maar dan moet je dus wel even rekening mee houden dat dat zo is. Dan bij nummertje 2. Daar zie je de rendementen uit het verleden. Daar komt dus dadelijk 2021 bij. Nou, dat wordt weer een plus. Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar ik kan me niet heugen. Het is zeker eerder geweest dat we voor de laatste keer 2019, 2020, 2021 3 van zulke extreem goede beursjaren achter elkaar hadden gehad. Dus wat leert je dan? Ja, hoe lang kan dit doorgaan? Er moet op een gegeven moment zijn heel veel mensen die nu hoogtevrees hebben omdat die beurzen op all-time highs staan. Ja, dat moet je wel in je achterhoofd houden. Hè? Het kan niet tot aan de hemel blijven groeien. Maar daar staat tegenover. Met punt 3 zie je nog even het dividendrendement. Dat is altijd prettig van zo'n index. 1,6% is wat minder dan de AX, maar nog steeds hartstikke mooi. Ik zie overigens een vraag binnenkomen, die pak ik er zo even bij. Maar ik maak dit heel even af. Dan zie je bij 4 en 5 de PE, dat is de price-earnings ratio, dat is de koers-winst verhouding.
Nou, en dan laat ik die van 4 even zitten, want ik kijk graag naar de toekomstige winsten. Forward, FWD, staat voor forward. Die factsheet van de MSCI World kan je ook gewoon terugvinden. En ik heb even terug zitten kijken naar mei. Toen had ik deze sheet er ook in zitten. En toen was die koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden iets van 20,5 of 20,6. Dus de beurzen zijn gestegen. Maar de koers-winstverhouding is hier niet gestegen. En hoe komt dat nou? Ja, omdat allemaal die bedrijven die erin zitten, bij elkaar opgeteld, dus een heel groot mandje, er zitten hier iets van 1500, 1600, 1700 aandelen in. Per saldo hebben die gewoon de winsten die verwacht werden ook laten zien. Ja, die winsten zijn gerealiseerd. Als je beursnieuws volgt, dan zie je elke keer, oh, recordwinst in tweede kwartaal, derde kwartaal. Nou, dat wil niet zeggen dat het altijd zo doorgaat. Maar dat komt met name heel kort door de bocht, omdat die rente zo laag staat. En zolang die rente laag blijft, is er volgens mij geen enkele reden dat we niet door kunnen gaan in hetzelfde tempo. Ja? Correctie, misschien in een minder hoog tempo, want er komen misschien hier en daar wat meer kosten bij. Maar het gaat erom dat bedrijven nog steeds groei laten zien. En ja, een van mijn paradepaardjes, stokpaardjes, die ik altijd gebruik. De mensen die mij al langer volgen, die weten dat. Hè? Als jij management bent van een bedrijf en jij kan geld lenen tegen, nou, wat zullen we zeggen? 0,5%, 1%, 2%, 3%. Dan moet je toch een heel slecht businessmodel hebben als je dan als bedrijf geen winst kan maken. Dus ja. We moeten maar een paar dingen in de gaten houden voor de lange termijn. En mijn eigen belegging zit ook voor een heel groot gedeelte gelinkt aan de MSCI World Index. Waar let ik op? Op deze factsheet elke maand even checken. Koers-winstverhouding, gaat die niet door het dak? Want ja, als die heel erg gaat stijgen, dan wordt het misschien toch erg duur. Maar historisch gezien, dit is wel iets hoger dan het historisch gemiddelde, maar ik ben hier niet bang van. En we kijken elke keer naar de rente. Ja, welke rente? Nou, laten we even voor het gemak zeggen, de 10-jaarsrente in euro's en in dollars. Ja. Ah, en dan heb je een paar dingen die je bij de hand moet houden. Maar dan kan je toch bepaalde dingen voor de lange termijn rustig laten liggen. En ideaal is het als je maandelijks bijvoorbeeld kunt bijstorten. Ja. Want stap je dan een keer in op de piek, dan stap je op een ander moment weer een keer in op een lager moment. Maar dat heb ik zeker ook in die mini-cursus allemaal uitgebreid uitgelegd. Nou, dan nog even om dit stukje af te maken. Als je nou in de MSCI World of de FTSE All World belegt, waar beleg je dan in? In de factsheet staat altijd een top 10. En dan beleg je dus in de grote jongens der aarde, die allemaal nog groeimogelijkheden hebben, die door hun sterke positie tegen hele lage bedragen geld kunnen lenen. In mei was de weging van de top 10 zat rond de 17. Dat is alleen nog maar toegenomen. Dus op deze manier heb je ook succesverhalen als Microsoft, Tesla, Nvidia. Die krijgen dan vanzelf een grotere weging in je belegging. Hoef je zelf niks voor aan te doen. Natuurlijk, er zijn er ook die zakken, maar er komen dan weer andere voor in de plaats. Het gaat om het resultaat van het hele mandje. Dus, wat is de moraal van het verhaal? Voor 2022 is er op dit moment geen reden om heel anders voor de lange termijn te gaan beleggen dan dat we dit jaar hebben gedaan. ETF's bieden de vrijheid om je eigen portefeuille samen te stellen. Als je dat leuk vindt, kan je je daar lekker op uitleven, maar zorg wel dat je de juiste verhouding hebt tussen je core en je satellite. En het belangrijkste is dat je een eigen plan hebt, wat niet zoveel met de inhoud van de beleggingen te maken heeft, maar wel met je eigen risicoprofiel. Ben je wat ouder, kijk dan misschien wat meer naar die portefeuilles die 60-40 hebben. Kijk even goed of je cash of obligaties wil doen. Ben je jong, ja, dan lijkt het mij dat op dit moment met een horizon van 20 jaar of langer, dat je toch veel, zo niet alles, in aandelen kan doen. Hooguit, zeg je, hou in ieder geval altijd wat geld achter de hand, omdat we toch hoog staan. Als er een keer een correctie komt, is het natuurlijk leuk om op zo'n moment wat bij te kunnen storten. Ja, en dingen
waar mensen soms voor kiezen om eens een keer persoonlijk over van gedachten te wisselen. Als je lid bent bij Markets for Everywhere kan dat altijd. Maar als je bijvoorbeeld een erfenis krijgt of een bepaalde andere grote storting, een schenking. Of je gaat trouwen of je gaat een huis kopen. Als je daar eens een keer over wilt praten, dan moet je natuurlijk ook wel even goed kijken hoe je daarmee omgaat. Overigens nog even voor de thema's. Hè. Ik heb het hier gericht op aandelen en obligaties. Maar de mensen die zeggen, joh, ik wil graag wat goud toevoegen of wat bitcoin toevoegen. Dat kan dus ook allemaal in hetzelfde concept. Voordat ik de vragen doe, dit is mijn laatste sheet. Ik zie dat we precies op het punt staan van het beginnen van die voetbalwedstrijd. Ik heb nog een aanbieding voor je. Kijk, mijn uitgangspositie met ETF's is, met dit soort video's, de mini-cursus en wat ik vanavond vertel, zijn er denk ik een heleboel mensen die zelf aan de slag kunnen en mijn hulp niet nodig hebben. Tegelijkertijd kom ik toch vaak ook mensen tegen die wat minder zeker zijn van hun zaak en die vinden het gewoon handig om een mannetje te hebben, om het zo maar te zeggen, die elke dag de beurs volgt en met wie ze kunnen sparren en die ze een beetje op de hoogte houdt. Nou, het moet natuurlijk niet te gek worden, maar ik heb speciaal voor nu, ja, tot aan het einde van het jaar, een aanbieding als je een basic membership op de website koopt, dan krijg je van mij een ETF-only abonnement. En dat kost dan niet de reguliere prijs van 119 euro, maar 59 euro. Moet je even de kortingscode ETF59 gebruiken bij je aanschaf. En wat krijg je dan? Als je die niet al hebt, de watchlist. Als ik een update heb van de watchlist, dan mail ik je die toe. Elke maand krijg je van mij niet een hele lange, maar gewoon een korte mail met even de hoogtepunten van wat ik zie in de ETF-markt. En elk kwartaal, elke keer aan het begin van een nieuw kwartaal, doen we een soort webinar zoals dit. Soms is het niet eens nodig om daarnaar te kijken, maar gewoon, dan praat ik je even bij, pakken we er een thema uit. Kan je je vragen stellen die je wilt? En nou ja, weet je, ik heb erover na zitten denken, want 59 euro voor als je die hulp kan waarderen, is het denk ik geen geld voor wat je ervoor krijgt. Dus denk er goed over na en benut het voordat ik van gedachten verander. Maar ik zou het leuk vinden als er een groep is die zegt, joh, ik ben nog maar beginnende belegger. Ik vind het heel fijn als je me op deze manier begeleidt. En ben jij dat zelf niet? De kortingscode kan ook gebruikt worden door iemand die er vanavond niet is, die je kent in je buurt en voor wie het ook een goed idee is om voor de lange termijn eens te gaan beleggen. Dan neem je dus het ETF-only abonnement. Ik heb dat nu nog niet zo staan, dus je koopt het basic membership met korting en aan de kortingscode zie ik wel welk abonnement dat je hebt. Voor de mensen die nu naar het voetballen willen, bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? info@marketsareeverywhere.com. En dan ga ik nu nog even kijken naar de vragen die er via de Q&A en via de chat zijn binnengekomen. Mocht je geen vragen hebben, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.